Welkom bij YouTube kanaal allemaal. Vergeet niet te liken, te delen en te abonneren. Vandaag gaan we het hebben over astrologie, de maan in de eerste huis in je birth natal chart. Maan in de eerste huis is een indicatie van bepaalde gevoeligheid voor het gedrag van anderen. Dus je hebt de neiging om te reageren in plaats van te handelen. Misschien heb je de neiging om overdreven te reageren vanwege je gevoeligheid. Vele mensen met de maan in de eerste huis worden sterk beïnvloed door hun moeder. Soms betekent dit een problematische moederstempel. Je zou dus niet de ervaring kunnen hebben om op te groeien in een beschermde omgeving. Schreeuwende kinderen. Dit kan leiden tot angst voor verlies van een reden kan zijn waarom je de neiging hebt om je te veel aan te passen. Beetje een pleaser effect. En het je soms moeilijk vindt om je op jezelf te staan. Je moeder stempelt de natuurlijk niet negatief te zijn. Het bovennatuurlijke voorbeeld is geldig wanneer moeilijke aspecten op de maan vallen. Moeder ook. Je wilt er absoluut sympathiek uitzien, wat je een rustloze, onverwichtige eigenschap kan geven. Misschien wil je alles in jezelf vinden. Soms ben je blij en vriendelijk, soms donker en eigenaardig. Je bent indrukwekkend en het valt je niet mee om een redelijke afstand tot je omgeving te bewaren. Dit kan ook betekenen dat je snel contact legt die in zeer korte tijd zo hecht wordt dat je gesprekspartner zich erdoor overweldigd zou kunnen voelen. Vanuit psychologisch oogpunt kan je innerlijke rusteloosheid compenseren werk bij het tonen van overdreven onafhankelijkheid. Werk en prestatie worden uw vervanging voor emoties en warmte. Interesse in dit verband is dat je een overweldigend groot aantal brildragende maan in de eerste huis heeft, misschien omdat je de wereld niet wil zien zoals hij is. De moeilijkheid met de maan in het eerste huis is dat je voortdurend emotioneel overspoeld en overweldigd wordt. De slechte eigenschap in maan in de eerste huis is de kracht van de houding in het overrijven of overgevoeligheid kan worden verminderd en er daardoor meer emotioneel evenwicht wordt bereikt. Dat komt het initiatieve weer terug en kun je makkelijk voor jezelf opkomen, ook als je je gevoeligheid niet meer verbergt of overdrijft.